Zondag is de dag van de waarheid voor de politieke partijen. Dat zal blijken hoe sterk CD&V kan standhouden op de plattelandsgemeente waar ze nu burgemeesters leveren. En dan zullen we zien of Bart De Wever kan burgemeester blijven in Antwerpen. En of Johan van Lanotte kan burgemeester blijven in Oostende. En hoe sterk Open VLD en Vlaams Belang zullen presteren. Wij praten daar nu al over met Riek van Koulaert. Riek van Koulaert, de campagne voor de lokale verkiezingen loopt op haar laatste benen. Wellicht tot geluk van een aantal mensen, want het is toch al een vermoeiende campagne geweest. Maar wat eigenlijk meest opviel, was misschien wel de diepe kloof tussen CD&V en N-VA. Waar komt die kloof eigenlijk vandaan? Wel, ik denk dat zij gewoon, ja, omdat N-VA, om te beginnen, in de vorige verkiezingen toch wel de vijver van de CD&V bijna leeg heeft gevist. Hè. En dat gaat door. En nu speelt de strijd zich niet alleen af in Antwerpen, maar zelfs in de kleinere gemeenten, landelijke gemeenten, waar die twee eigenlijk letterlijk als kat en hond vaak tegenover elkaar staan. Dus dat is, ja, het gaat hier over voor de CD&V het kunnen bestendigen, minstens kunnen bestendigen van zijn huidige posities in het op het lokale niveau. En de N-VA die duidelijk zich wil manifesteren als een volkspartij, wat Open VLD destijds niet gekund heeft, net niet gekund heeft met Verhofstadt, willen zij nu ook nog eens herhalen, want ze hebben het ook gedaan in 2010. Ja, en daar hebben ze 12, pardon. Ja, daar hebben ze die lokale verankering nodig daarvoor. Precies, ja, want dat zijn de lanceerplatformen voor latere talenten die door willen stromen naar ofwel het Vlaams niveau ofwel het federaal niveau. Dat zie je. En als je dat niet kan, als je daar geen vaste humuslaag hebt, zal ik maar zeggen, om op te groeien, ja, dan wordt het wel te wisselvallig, hè, uw uitslagen. Ja, het zijn althans twee partijen die ooit een kartel hebben gevormd. Ja. En toen was er sprake van een soort monopolisering links en monopolisering rechts in het politieke veld. Ja. En daar is er nooit van gekomen, die dualiteit. Daar is de bankencrisis tussen gekomen, zoals we weten. Hè. Daar is het eigenlijk op spaak gelopen, omdat zij, daar wil de CD&V toch meteen doorgaan als, ja, zal ik maar zeggen, de partij die s'lands belang wil dienen. Hè, terwijl dat niet de eerste zorg is van de N-VA, tenminste toen niet. En, maar nu, bij CD&V is er nog wat anders bijgekomen. Dat is namelijk dat zij ook in de verdrukking zijn geraakt in deze regering. Hm? Ja, ze vonden geen profiel in deze federale regering. Zij hebben nooit een echt profiel gevonden. Ze werden dan ook altijd afgeschilderd als zijn het bijhuis van het ACW, van de arbeidersvleugel, wat ze niet waren, want Chris Peters komt vanuit de middenstand. Ja. Maar natuurlijk zat er nog dat Arco-dossier aan vast. En ja, ze hebben echt nooit echt hun draai gevonden, wat mij toch een beetje verbaasd heeft. Ja. Want zij hebben die regering gewild. Ja, nu die tegenstelling wordt verlichaamd, bijna letterlijk, tussen Bart De Wever en Chris Peters. Ja. Vanwaar die virulente aanvallen tussen die twee? Wel, eerlijk gezegd, ik begrijp dat niet goed vanwege Bart De Wever. Ik begrijp natuurlijk wel dat hij niet graag ziet dat er een vicepremier hem komt uitdagen bij manier van spreken op zijn eigen turf in Antwerpen. Maar wat ik niet begrepen is als hij inderdaad wil doorgaan met zijn huidige coalitie, waarom hij dat niet gezegd heeft, formidabel dat een vicepremier hier naar Antwerpen komt, dat bewijst het belang van Antwerpen en dat bewijst ook dat wij goed hebben samengewerkt, en si en la, om daar een andere draai aan te geven. Maar hij heeft van in het begin een heel vijandige houding aangenomen. Ja, natuurlijk, dan beantwoordt de andere dat ook. En ik vermoed, of ik heb daar ook geen bewijzen van, maar ik vermoed zelfs niet dat het nu ineens bij de CD&V ging om Bart De Wever onderuit te halen. Ik denk dat de eerste zorg van de CD&V in Antwerpen is geweest, zorgen dat ze in Antwerpen een stevige plek opnieuw verwerven. Niet ten koste van de een of de andere, maar voor zichzelf. Want herinner u, met het kartel van Patrick Janssens waren zij een beetje boven hun echte waarde doorgestoten, dankzij het stemmenoverschot van Patrick Janssens. Ja. Zonder Patrick Janssens vorige keer zouden ze zelfs dat resultaat niet gehaald hebben. Dus voor hen komt het erop aan te zorgen dat je in een stad als Antwerpen op een duidelijke manier aanwezig blijft. Het is een beetje zoals in de media. Als je Antwerpen niet mee hebt, forget it. En zo is het ook in de politiek. Ja, nu,
met CD&V-schepen, Mark van Peel, schepen van de haven, mm-hmm. hadden ze natuurlijk wel een stevige voet in de Antwerpspolitiek. Precies, ja. Maar ja, goed, hij is dan ook op het einde van zijn loopbaan. Dat was nog de laatste keer dat Van Peel op de voorgrond kon treden. Maar ja, hij moet wel vervangen worden. En die vervanging, dat is het probleem altijd geweest van CD&V in Antwerpen. Die vervanging die kwam er maar niet. Ja, dat bleven altijd dezelfde figuren. Daar werd nooit een jong talent naar voren geschoven en gecoacht om... Mm-hmm. om ja, de fakkel over te nemen. Ja, Chris Peter zegt dat hij geen schepen wordt. Is dat geloofwaardig? Ik denk nou wel, ja. Tenminste, schepen van de haven. Denk ik dat er nog enige twijfel zou zijn, want schepen van de haven, dat is zo'n beetje ook als de minister van Buitenlandse Zaken voor de Vlaamse regering. Het is een man die continu in het buitenland vertoeft om daar met partners te gaan onderhandelen en besprekingen te voeren. Dus dat denk ik wel dat dat nog... Dat nog zou mogelijk zijn. Maar ik kan me inbeelden ja, dat hij niet de schepen van Bart de Wever wil zijn. Maar stel nu even, er is een peiling geweest waar, van de Gazet van Antwerpen, ongeveer de enige peiling denk ik, waar ze 7% halen. Als ze dat halen, 7%, dan mag CD&V dat als een overwinning verkopen. Want met Patrick Janssens halen ze 5%. Mm-hmm. Zie je? Ja. Dus dan kunnen ze zeggen, ah, we hebben onze aanwezigheid hier bestendigd. En dan kan Chris Peeters zelfs met enige geloofwaardigheid teruggaan naar de regering en zeggen, wij hebben ons werk gedaan. Ja. Nu, die houding van Bart De Wever is des te vreemder, omdat uit het verleden blijkt dat ruziënde partijen zijn nooit goed scoren. Nooit goed. Dat nooit weet goed. De Wever toch ook, dat hij zeg maar, wel, dat profiel niet populair kan ja, maken. Ja, maar ik denk dat hij een beetje, ik kan mij dat inbeelden, ja, je staat daar plots als de numero uno hè, van de Vlaamse politiek. En ja, het minste voelt aan als een bedreiging, kan ik mij inbeelden. Ik heb anderen in zijn plaats, van Verhofstadt om hem niet te noemen, op dezelfde manier zien reageren. Mm-hmm. Direct voelden ze zich belaagd hè? Ja. En aangetast in hun politieke eer. Een overgevoeligheid, noemt dat maar. Ja. Sommigen zeggen dat Bart De Wever dat eigenlijk een soort wraakoefening was voor precies het verzet dat Chris Peeters en die federale regering altijd liet optekenen wanneer het ging over ambities van de N-VA. Wel, dat zijn mogelijke verklaringen, maar als puntje bij paaltje komt, lijkt me dat toch onvoldoende om dat te verklaren. Ik denk dat hij hier veel eer een andere manoeuvre achter gezocht heeft, een manoeuvre waarvan ik zelfs vermoed dat het er niet was. Men is mij bevestigd vanuit Antwerpen, vanuit CD&V, dat inderdaad zij gezocht hebben naar een boegbeeld. En zeggen, wie moeten wij hier nemen als boegbeeld geloofwaardig tegenover toch wel, men wist dat de bakker ging komen naar Antwerpen, dus dat is toch ook een man uit de regering. Je zit dan natuurlijk met een tegenstander als Bart De Wever, maar ook de anderen niet onderschatten. Almaty of Van Bezin, dat zijn toch ook figuren die een landelijke reputatie hebben. Ja. Ja. Zelfs een Peter Mertens. Ja. Nu, Chris Peeters heeft een aantal vreemde perceptiefouten gemaakt in heel die campagne. Is de man dan niet meer geconcentreerd of is er dan niet volledig bij met zijn gedachten? Ja, wel. Ik kan me inbeelden dat hij natuurlijk een paar andere zorgen ook had. Het is een federale regering waar hij toch een paar grote beslissingen. Noem nu Arco, om er maar eentje te noemen, maar pas op, dat is niet alleen Arco, dat is ook de gemeentelijke holding, waar niemand over spreekt, maar die is ook aanwezig in het probleem. De manier ook waarop hij toch een soort, zou ik maar zeggen, sociale compensatie zoekt voor een aantal andere fiscale voordelen die zijn uitgedeeld aan het bedrijfsleven. Zo'n beetje het herstellen van dat evenwicht. Vindt daarvoor trouwens ook steun bij de Franstaligen, bij de MR, bij de premier dus, want die willen ook hun socialere kant tonen in Wallonië. Dat zijn natuurlijk belangrijke zaken op het eerste gezicht dan een campagne gaan voeren in de straten van Antwerpen. Ja, je kan wel verwachten dat die uitslag op lokaal vlak zal een weerslag hebben op die federale werkingen, want de volgende verkiezingen komen eraan. Ja, mensen gaan toch allemaal gaan kijken hoe ze zich moeten positioneren in functie van die uitslagen. Ja, maar eigenlijk, stel nu even dat die peiling uitkomt van Antwerpen, dan iedereen kijkt zich dood over, gaat Groen nu samenwerken met N-VA of niet? Ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn. Sowieso. Maar als je ziet hoe de kaarten daar gespeeld worden op dat niveau, enfin, in die peiling van de Gazet van Antwerpen, dan kan Bart De Wever binnen de 24 uur een meerderheid vormen met SPA en CD&V. Zonder meer.
Ja. Dus waarom zouden ze dat niet doen? En zonder dat dat eigenlijk een noemenswaardige effect heeft op zowel de federale als de Vlaamse regering. Want ja. CD&V is aanwezig. Liberalen zijn inderdaad verzwakt door een aantal andere ongelukkige manoeuvres in het verleden, het vertrek van Turtelboom en zo, zijn toch niet te sterk uit de verkiezingen gekomen vorige keer en zullen riskeer ik ook waarschijnlijk ook nu niet sterk uitkomen, maar goed, we weten nooit. Ja, CD&V staat vooral sterk aan een aantal kleinere gemeenten, maar ze hebben toch ook wel merkwaardige keuzes gemaakt. Ik denk aan Mieke van Ecke en Gent. Iets wat ik persoonlijk toch nooit goed begrepen heb, want het profiel van Mieke van Ecke sluit toch niet aan bij de Gentse kiezer? Wel, Mieke van Ecke is denk ik als redder in nood aan boord gehaald, omdat zij daar in Gent, CD&V dan, eigenlijk met een heel verdeeld veld zaten. Gent, je had Gent en al die deelgemeenten die daar dan bij de fusies bijgekomen zijn, dat waren allemaal aparte CD&V's, had ik de indruk. Ja. En die lagen allemaal op een of andere manier met elkaar overop. En dan moest je een figuur vinden, een wat bindende figuur met ervaring. Mm-hmm. Hè? En dan kan niemand daar ontkennen dat ze die ervaring heeft. Bovendien de steun, de bijna onvoorwaardelijke steun van de Christelijke Arbeidersbeweging, niet te vergeten, haar dochter is actief bij beweging.net, dus het oude ACW, dat helpt. Mm-hmm. Want het, niet vergeten, de Christelijke Arbeidersbeweging heeft zich vorige keer bij de verkiezingen quasi integraal achter het kartel gezet van Termont en Groen. Gewoon omdat zij zich niet terugvonden in die lijst die toen in Gent actief was. Tenminste, een groot deel van de Christelijke Arbeidersbeweging. En die hopen zij natuurlijk terug te krijgen en misschien gaat dat lukken. Ja, kijk eens naar dat andere kant van het spectrum. Groen en SPA, zijn dat communicerende vaten? Als Groen stijgt, zakt SPA? Ik denk dat niet helemaal. Ik denk dat Groen ook in andere vijvers vist. Ik denk dat Groen zelfs bij malcontente N-VA's mensen kan terughalen. Die destijds in 12 en in 10 naar N-VA zijn gegaan. Zo simpel ligt het daar niet. Ook al omdat een deel van Groen, en zeker van de achterban, heeft geen enkele voeling met die SPA. Dat zag je ook trouwens in de momenten van crisis in Gent, heeft het echt niet veel gescheeld, omdat het kartel lag op zijn achterste met die affaire Optima. Ja. Er was niet veel nodig om dat kartel daarop te berekenen. Ik denk dat ze daar gewoon een plaatselijke berekening hebben gemaakt. Kijk, wij kunnen hier voordelen uithalen door dit constant. Door het in stand te houden, het kartel. In Antwerpen was het heel snel beslist dat het kartel werd opgeblazen. Ja, toen eens dat meest zijn naam werd genoemd in verband met Landinvest, is er meteen gezegd, want iemand als Mieke Vogels bijvoorbeeld, die ook op de lijst staat en altijd een zware stem vertegenwoordigt in de Antwerpse Groenen, die zegt dat ook in interviews, dat zij een bepaalde afkeer heeft voor dat middenveld voor de. Ja. Ze heeft ooit gezegd tegen Guy Peters van de Socialistische Mentaliteit: ik verfoei alles waarvoor jij staat. Ja, kun je niet zeggen dat dat dan een link is met de SPA? Nee. Nu, de SPA heeft een zeer moeilijke periode. John Crombie komt daar moeilijk uit, kan moeilijk veel glans aan zijn partij geven. Mensen als Landuit en Brugge hebben het moeilijk om zich te profileren. Maar die Ginny Beels die komt er dan naar voren als een nieuwe, frisse verschijning. Is dat wat de SPA nodig heeft? Vers bloed? Wel, alles is dat soort figuren nodig. En, dus iemand die zijn mannetje staat, om het zo te zeggen, in debatten. Ja. Zeker als het over het veiligheidsniveau gaat. En is ook niet te beroerd om af en toe de waarheid een beetje naar haar rand te zetten. Zoals een goede politicus dat af en toe in debatten zeker, verliefst niet in zijn beleid, maar in debatten mag hij dat al eens doen. Wel, daar is ze zeer bedreven in, heb ik al gemerkt. Dus dat is een goede debater. Je hebt daar iets aan als ook. Je kan daarmee een frisse discussie aangaan. Jammer genoeg heeft SPA een beetje, zoals alle traditionele partijen, een recruteringsprobleem. En het is nog niet omdat je één zo'n witte raaf hebt gevonden, dat je de rest ook volgt. Nee, men denkt dat men echt opnieuw op zoek moet naar jong talent, maar niet alleen SPA hoor, alle traditionele partijen zitten met dat. De hele politiek moet eigenlijk wel. Ja, en als er dan al eens talent aankomt, dan zitten die vaak bij PvdA of bij Groen. Zitten die niet meteen bij de traditionele partijen. Ja. Is Johan van der Lotte en Oostende daar misschien een mooi voorbeeld van? Misschien is het de verkiezing te veel voor Van der Lotte. Ja,
Alhoewel, ik kan het daar ook moeilijk, ik kan moeilijk inschatten waarom, omdat dat electoraat in Oostende, het publiek in Oostende, dat is zeer verschillend. Je hebt daar een zware instroom gehad, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar een zware instroom gehad, van Franstaligen, uit Wallonië, Charleroi en zo, die naar de kust zijn komen wonen, die natuurlijk uit socialistische middens of toch weer uit die middens komen. Gaan die zich achter van mensen als Van der Lotte zetten of niet, dat weet ik niet zo meteen. Maar het is alleszins zo dat Oostende, koningin der badsteden, maar voor een groot stuk ook een arbeidersgemeente is gebleven. Ja. Als je dat natuurlijk niet kan, als je dat als socialistische partij al niet kan vasthouden, ja. Dan heb je de toekomst achter je, achter de rug. Ja. Er is in die lokale verkiezingen altijd heel veel te doen over voorakkoorden tussen partijen. Mm-hmm. Mensen kennen natuurlijk elkaar en alles wordt beslist op de avond van de verkiezingen zelf. Maar in deze campagne waren er eigenlijk meer negatieve voorakkoorden van we gaan niet samen gaan met die en die partij. Ja. Zijn dat beloften die gaan standhouden of vervalt dat eigenlijk op die zondag? Nee, ik vrees daarvoor, want er is altijd toch één onbekende die al, en dat is op alle niveaus, in alle gemeenten treedt er zo eens een element op dat niemand verwacht heeft. Ja, en alle akkoorden liggen in diggelen. Een mooi voorbeeld is wat er kan gebeuren. Neem nu Kortrijk vorige keer. Hè. De Klerk was overmoedig, dacht, ze gaan met mij komen praten. Hmm. Ze kwamen niet mee aan praten. Ze waren onderling aan het praten, het was gebeurd. Ja. Terwijl hij ervan uitging, ja, hij is altijd goed geweest, een goede verstandhouding gehad met de lokale N-VA, dus dat komt dik in orde. Ja, je mag nooit overmoedig zijn. Nee, dat was het vreemd interview van Quickenborne op het moment en de openbare omroep. Ja. Waarin iedereen dacht, dat is de verliezer, maar hij sprak als de winnaar. En hij wist toen al dat. Hij was al aan het praten natuurlijk. Ja, precies, ja. Nu, wat je ook gezien hebt in die campagne is dat er een verschuiving is geweest naar mobiliteit en propere lucht. Er is die fameuze curieuze neuzencampagne, waarvan sommigen zeggen dat die politiek geagendeerd is. Maar is die propere lucht, is dat een linksthema dat beter aansluit bij links dan bij rechts? Ik denk dat, eerlijk gezegd, ik heb niet het gevoel dat mensen daar nu echt mee bezig zijn. Men hindert zich wel eens aan het feit dat er wat ongemakken zijn en zo. Ik denk dat wonen, ouderenzorg, zo, dat zijn elementen die in lokale verkiezingen zwaar meespelen. Mensen die denken van, ik ga met pensioen binnenkort en ik wil hier, als ik naar een rusthuis moet of whatever, ik wil dat ook in mijn buurt kunnen doen. En die ook bezorgd zijn over de jobs van hun kinderen. Hè? En of ze die jobs bereikbaar zijn. Dus ik denk dat de propere lucht, dat element niet moet over. Dat kan natuurlijk in een lokaal debat, zoals dat van Gent, waar iedereen het heeft, ja maar is dat circulatieplan nu een goede zaak of is het een kwalijke zaak geweest voor de middenstand dan? En dan dat men dat element in acht neemt en zegt, kijk eens naar onze cijfers, hoe geweldig dat we zijn. Maar voor de rest van Vlaanderen voel ik dat niet zo aan. Ja. Want bijvoorbeeld propere lucht, dat is niet de eerste zorg geweest van meneer Somers in Mechelen. Ja. Mechelen heeft hij ook wel wat verkeersaanpassingen gedaan, maar heeft er wel voor gezorgd dat de auto nog altijd in het midden van Mechelen terecht kan. Ja. Dus ik heb niet zo die, en ik zie dat meneer Calvo daar ook niet dan plots staat te roepen van onze cijfers zijn niet zo goed als die van Gent. Dus nee. Ik denk dat het vooral dat zijn die in lokale verkiezingen dan, lokale verkiezingen staan dicht bij de kwaliteit van het leven eigenlijk. Ja. Terwijl die nationale verkiezingen eerder gaan over keuzes en over... Keuzes en ook, ja, andere, ja, dan gaat het over pensioenen, dan gaat het, dat zijn belangrijke issues, daar kan de gemeente natuurlijk niks aan doen. Ja, propere lucht ligt misschien dicht bij propere handen. U hebt het al even aangeraakt, hè. Er zijn een aantal schandalen geweest, het Optima-schandaal, Landinvest, nogal wat vastgoedbanden met politici. Zijn er dat na? Gaat dat effect hebben? Wel, ik denk dat toch bij sommige mensen in het achterhoofd kan spelen. Dat doet zeker geen goed. En ik denk dat wat gebeurd is in Gent eigenlijk, vooral omdat daar dan socialisten mee gemoeid waren. En zoals Louis Tabak zei, als er iets is waar socialisten niet moeten vermeld worden, dan is het in zaken die over geld gaan. Hè. Ja. Dus dat is voor ons, hè, zoals bij katholieken buitenechtelijke relaties moeten worden vermeden, daar zijn het geldzaken. Ja.
Blijkbaar alleen de liberalen die alles mogen doen. Maar, alles doen, ja. Maar ik denk dat dat in Gent, kan meespelen bij die, ja, misschien de oudere garde die zich toch wel, ja, toch wel vreemd. En dat die zich dan een beetje terugvallen op PvdA bijvoorbeeld. Dat kan ik mij inbeelden. In Antwerpen zie ik dat nog niet zo gebeuren, omdat, ja, het was bijna folklore daar, waar het verhaal dat daar naar buiten kwam, naar het finaal, bleek meneer Meeuwis en bleek iedereen meneer Van der Paal te kennen. Hè? Dus, en de zoon Schiels was ook al blijkbaar op een tuinfeest geweest, dus iedereen was daar geweest. Ja, het was, je betekende eigenlijk niks als je nooit bij Van der Paal geweest was. Aan de andere kant van het spectrum, dat Schelte en Vriend verhaal. Is dat iets wat fundamenteel is, of is dat een voorbijgaand? Wel, het is vervelend voor een partij als N-VA natuurlijk, want dat lijkt aan te geven, ja, maar die oude banden met de zwarten, hè, de wereld van de zwarten is toch nog niet verbroken, terwijl dat daar niks mee te zien heeft. Dit zijn jonge lui die zich op een of andere manier ook een beetje interessant willen maken. Je hebt er daarbij die gefascineerd zijn door dat gedachtegoed, dat is zeker, en je moet die... Mm-hmm. als partij zo rap mogelijk lozen, hè, hebben ze zo te zien ook gedaan. Maar ik bedoel, dat zal, ik denk niet dat dat bij iemand die in Antwerpen oordeelt of in een andere gemeente, dat de burgemeester, N-VA-burgemeester goed werk heeft geleverd, dat die omwille van Schild en Vriend van mening gaat veranderen. Ja, dat brengt ons eigenlijk weer het Vlaams Belang. Kunnen zij de verrassing worden van deze verkiezingen? Wel. Nooit het Vlaams Belang afschrijven. Eén, dat zijn geroutineerde campaigners. Je mag daar wel zeggen wat je wil, maar dat kunnen ze wel doen. Je ziet dat meteen. De winter die in Antwerpen, die dan plots de Wilders in Antwerpen in de straten tovert. Grote belangstelling, de pers is in massaal aanwezig. Ze houden het discours wel aan de gang, ook over het migratiedebat, waar... Ja, waar de N-VA een beetje het voortouw had genomen, waar zij dan meteen in de aanval gaan op dat punt. Ook het boek van Grieken om aan te tonen dat Franken eigenlijk een softie is. Hè, terwijl hij precies het imago wil hebben van iemand die krachtdadig optreedt. Dus zij vallen altijd op die flank aan. En ik meen toch te merken dat men daar bij N-VA niet zo gerust nu was. Ja, nu zie je Beels heeft ooit eens met de wanleider Philippe de Winter gevloerd, zeggende van, je hebt 4 keer aan de verkiezingen deelgenomen, je hebt nooit gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat het Vlaams Belang achtervolgt. Ja, maar zoals onze collega Joël de Keul daaruit schreef, is wel de meest invloedrijke partij geweest van de jongste jaren. Want als je ziet wat die allemaal hebben, niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks bewerkt, bijsturingen bij andere partijen, ja, dan kun je niet zeggen dat die... Ja, dat die onbetekenend zijn geweest. Ja. Zij is als zweeppartij ontzenuwd, bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Goed, we hebben het even gehad over Theo Franken. Daar zijn verschillende meningen over. Hij doet het goed, hij doet het niet goed. Wat is uw mening de voorbije maanden van Theo Franken? Wel, ik denk, je ziet het ook in de populariteitspols, hè, alhoewel dat vaak meer merkbekendheid demonstreert dan echte populariteit. Maar goed, je kan niet ontkennen dat hij natuurlijk wel een stempel gedrukt heeft door zijn optreden. Soms heeft hij natuurlijk vele mensen geïrriteerd door zijn boodschappen die hij de wereld instuurde via de sociale media. Anderzijds, ja, je kan ook niet zeggen dat hij en Jan Bon met gekruiste armen hebben gezeten in de crisisperiodes. Mm. Dat kun je niet zeggen. Dus inderdaad, hij heeft door zijn optreden de mensen gedwongen bijna om kamp te kiezen. En ik was, zoals je weet, heb ik een uiteenzetting gehad op de voorstelling van zijn boek. Eigenlijk om te zeggen dat ik het mee helemaal eens was. Maar goed, hij liet dat toch toe. Maar daar zag je toch dat hij, en hij speelde natuurlijk toen een thuiswedstrijd, maar dat enthousiasme van die zaal toch vrij groot was voor hem. Ja. En je merkt dat ook als hij buiten zijn kiesterrein komt, en zeker als hij in Brussel komt bij de Franstaligen, dan zie je dat zeker. Ja, naar welke cijfers zet u zondagavond het meest of het eerst kijken? Ik bedoel, welke die mij zo... Ja. Oh, wel, dat ook, de twee grote steden, dat is Gent en Antwerpen, maar toch ook wat er in Brussel gebeurt. Ja. Dat is denk ik ook belangrijk voor mij volgend jaar, omdat ik
eens wil zien hoe hier MR en ook in Wallonië MR en PS zich gaan verhouden tot elkaar. Ja. Want je voelt nu al dat daar gesprekken, en het wordt ook hopelijk me aangezegd, dat er daar gesprekken aan de gang zijn tussen de kopstukken, zeker tussen Reinders en die Rupo. En dat is veelbetekenend en kan doorslaggevend zijn voor de coalitie voor nadien. Ja, die Rupo heeft ook al gezegd dat hij eigenlijk zijn veto tegen N-VA een beetje afzwakt. Ja, dat is het minste wat je kan zeggen. Ja. Hij heeft al sinds laten verstaan dat samen regeren, mag dat nu nodig zijn, voor hem niet uitgesloten is. Dat is wel veel betekenend natuurlijk. Ja. Hij weet ook dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan en dat er toch met een aantal communautaire gesprekken gemoeid zal zijn. Ja, want maar dat hij het niet ontwijkt, toont ook aan. Ja, die kunnen geen 4 of 5 jaar meer opnieuw in die oppositie zitten. Als je ziet wat de oppositie nu bij de PS al schade heeft aangericht. Hè, als die rond de 25% blijven waggelen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ongezien in de geschiedenis van de PS. Hè. Ja. Van de naoorlogse geschiedenis. Dat zij dus op dat lage niveau zitten. Ja, dat is maar. Elke verkiezing moet resulteren in macht. Ja, uiteraard. We zullen zien hoe het zondagavond afloopt. Bedankt voor de analyse, Rick van Kouwelaert.